probeerden over de hekken te klimmen. Zo hoopten ze Spaans grondgebied te bereiken en daarmee de EU. Een migrant kwam om het leven. Een onlangs ontdekte kunstschat in München bevat werken van Chagall en Matisse. De politie doet onderzoek naar de herkomst van de 1400 doeken. Er is bewijs dat een deel van het werk in de Tweede Oorlog door de nazi's in beslag is genomen. De werken stonden in een appartement in München. Het weer dan, bewolkt en regenachtig met aan de kust felle windstoten. Morgen begint droog, maar in de middag trekken vanuit het zuidwesten buien het land in. Het wordt 11 graden. En tot zover het Novum Nieuws op Loco FM. Kijk voor meer nieuws uit de regio op www.locourant.nl. Altijd en overal de stem van Oldebroek. Zet hem klem op Loco FM. Welkom bij Ballistic Brass op Loco FM. Loco FM met Audrey en Matthias. Goedenavond. Dit is Ballistic Brass, gepresenteerd door Matthias Michelsen en Adrie Berends. Oh, Matthias, er stortte hier iets naar beneden. Ik weet niet wat het was. Even kijken hoor. Als jij nou even gaat kijken. Dan zijn we weer met een uur Ballistic Brass. Ja, en we hebben dit uur natuurlijk weer de track van de week waarop gestemd kan worden. www.ballisticbrass.nl. Oh, en ondertussen gaat het gewoon vrolijk door hier in de studio met... jij kan ook echt alles maken en breken, hè? Dat is ongelooflijk. Ben ik zo serieus bezig en dan nog... Maar goed, sorry. Ballistic Brass, www.ballisticbrass.nl. De track van de week, dat gaat tussen, als ik me niet vergis, de Flora Band met Eurovision Classics en DVS het Katwijk met Air. En ik ben benieuwd hoe de stand van zaken is, maar als je dat wil weten, stem dan eerst even en dan zie je uiteindelijk ook het resultaat naar voren komen. Ja, ik ga toch even kijken, want ik ben wel heel benieuwd. Afgelopen zondag heb ik voor het laatst gekeken. Ja. En toen stond R achter. En dat is nog steeds zo, zie ik. Het is 25 tegen 13. Dat wij voor de derde keer Eurovision Classics gaan draaien. Waardoor zij sowieso ook uit de track van de week verdwijnen. Voordat het zover is, zijn we 40 minuten verder. En natuurlijk hebben we ook nog een keer een interview vandaag met Tap to Groningen. Althans met een organisator van Tap to Groningen. Ja, Albert Hendricks. We gaan hem eens even vragen hoe het ervoor staat en wat ze verwachten. Heb jij trouwens nog iets gehoord van de Taptoe voor Kika? Nee, heb ik eigenlijk weinig van gehoord. Ik ben wel benieuwd hoe dat geweest is. Misschien dat we nog even een telefoontje eraan kunnen wagen straks. Ja, dat kunnen we altijd nog even proberen. En verder natuurlijk ook nog weer veel nieuwsberichten. Ook dit uur Oranje IJsselmuiden met een nieuwsbericht. En natuurlijk hebben we ook nog iets van de Bazuin Zwolle wat we even willen aanhalen. Ja. Zeker weten. En ik hoop stiekem, ik zei het al tegen jou net, maar ik hoop stiekem dat we daar nog even een interviewtje aan kunnen wagen. Het zij vandaag, het zij volgende week. Ja, en wat zien, misschien ook nog wel leuk is, we willen ook gaan proberen om, om even wat olie op het vuur te gooien. Een Zwarte Pieten uitzending of iets dergelijks, hè? Had jij het Ja, want de dinsdag voor Sinterklaas, dat is 3 december natuurlijk. Nu heb ik al even gebeld met Spanje. Ja, en kunnen er wat of zo? Ja, we kunnen wat regelen, zeg maar. Dus waarschijnlijk is er een mogelijkheid dat hier wat pieten naar de studio komen... om even de flink de boel op stelte te zetten. Dus ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd, ja. Dat wordt een leuke uitzending. Maar goed, dat is allemaal nog work in progress. Ja, inderdaad. Dat moeten we nog even vormgeven. Ik hoor dat de muziek zegt dat wij door moeten met het programma. En dat gaan we ook zeker doen na dit stuk van Advendo. Like the way I do. We'll be right back.
Like the Way I Do van Melissa Etheridge of zo, hoe heet ze? Dat zou best kunnen. En ja, wij doen het ook gewoon op onze manier. Inderdaad. My Way, hè? Van Herman Brood, bijvoorbeeld. Frank Sinatra. Of was dit My Way? Nee, nee, dit is Like the Way I Do van inderdaad Melissa Etheridge. Ja. In ieder geval dit uitgevoerd door Advendo Snake van hun laatste nieuwe cd. En dat is Brass Drums Voices. En dit was natuurlijk van de cd Brass. Ja, en wat we net al zeiden, we gaan zometeen contact vinden met Taptoe Groningen. Of niet met Taptoe, maar wel met een van de organisatoren daar. En daar zullen wij ze natuurlijk een aantal vragen over stellen, hoe en wat. Maar natuurlijk willen we het graag interactief houden. Dus als je nou luistert en je denkt van, weet je, ik wil ook wel wat vragen tijdens dat interview. Schroom dan niet om even je Twitter-accountje ervoor te pakken en @ballisticbrass een berichtje te sturen. Dan kunnen wij die vraag natuurlijk nog meenemen. Of als je nu al een vraag hebt dat je denkt van, hey, die wil ik stellen straks. Stuur ze naar @ballisticbrass. Ons Twitter, hoe noem je dat? TweetDeck staat open. TweetDeck, ja, inderdaad. Ja. En ons telefoon en dergelijke. Dus daar wordt zeker op gereageerd. Voordat we contact gaan zoeken, eerst nog even wat nieuwsberichtjes, zoals ook al gezegd. Afgelopen zaterdag 2 november, toen was het concours in Schiedam weer. En daar heeft Jubal Zwolle de eerste prijs en de dagprijs op het muziekconcours gewonnen. De showband uit Zwolle behaalde 85,14 punten in de basisklasse showbandstijl. Nou, en ruim een jaar geleden zijn de leden en de instructeurs gestart met het ontwikkelen van een geheel vernieuwde Taptoe Show. Het begon met het thema Dreams, Emotions of Sleep en het schrijven van de muziek. Nou, en dit heeft allemaal geresulteerd in een goed optreden op zaterdag 2 november. En dit werd dus beloond met een eerste prijs in de basisklasse voor deze showband. De jury was erg te spreken over de musicaliteit en het overall effect van de show. En de uitslag, dat is volgens mij net goud, hè? Ja, ja, en dat is best wel heel goed voor Jubal, ook in die zin. Klinkt nu misschien een beetje negatief, alsof ze het nooit goed leg doen. Eens uit. Maar voor zover ik weet, scoorden ze meestal rond 81, 82 punten. Dus dit is echt een mooi puntaantal. Vandaar. Hopelijk de stijgende lijn naar nog meer betere resultaten. Ja, nou, vandaar dat deze uitslag 85,14 punten ook voor een feestelijke ontlading zorgde bij de gehele band en bij de aanwezige supporters. En het resultaat op het concours in Schiedam is voor Jubal een goede motivatie om verder te gaan met de huidige Taptoe Show en deze show nog verder te ontwikkelen. Ook in 2014 zal Jubal Zwolle deze show laten zien tijdens de diverse Taptoes. Nou, dat in ieder geval wat betreft de showband hier uit het naastgelegen Zwolle. Ja, inderdaad. En dit geeft hun inspiratie. En om dan eens even te kijken naar de cd die je hebt klaar liggen. Ja, ik heb namelijk weer een cd'tje klaargelegd van het Inspiration Orchestra. En die hebben we ooit een keer gepresenteerd. Dat is een van de orkesten die Peter Kleineschaars onder zijn hoede heeft. En hij heeft toen deze cd gemaakt met behulp van zijn orkest Inspiration Orchestra. Waar je dus, volgens mij wat ik goed begrepen heb toen de tijd, clinics als niet-muzikant kunt boeken, als bedrijf zijnde. Waar je kunt leren om om te gaan met daar is zo'n mooi woord voor. Daar kom ik dan weer niet op. Hè? Met de flow, zeg maar, van hoe mensen reageren in sommige dingen. Het bewijs van als je als dirigent een bepaald trucje uithaalt, dat muzikanten daar dan meestal tenminste naar kijken en naar luisteren. We gaan luisteren naar een van de nummers die op deze prachtige cd staat. De Rolling Stones Fantasy.
I Can Get No Satisfaction. Volgens mij was dat het laatste nummer wat zij in de medley... De Rolling Stones. Wat was het? Ja, de Rolling Stones inderdaad. Ja, een medley daarvan. Hoe heette die? Rolling Stones Fantasy. Nou ja, dus volgens toepasselijke mij naam. Klopt het ook al met dat laatste nummer. Dat dus in ieder geval. En wij gaan hierna ook proberen contact te zoeken met... Groningen, ja. Want daar gaan wij, als het goed is, treffen Albert Hendricks. Gaan we ook het een en ander vragen over Taptoe Groningen. Mocht je nou tijdens het interview het een en ander willen weten, twitter dan even mee. Of doe het anders even. Of ballisticbrass@hotmail.com. Kan altijd ook nog. Stem ook nog even op www.ballisticbrass.nl voor de track van de week. En die track draaien we rond 7:50. We gaan nu luisteren naar eigenlijk heel wat anders. Oh, ik ben benieuwd. Dat zijn de Washington Winds, een van de cd's die wij van hun krijgen via de uitgever daarvan. En zij gaan spelen 1958. Ja, dat was, hoe heette die ook alweer, Matthias? Jij weet de titel nog. Dat was in ieder geval 1958 van de Washington Winds. En als het goed is, hebben we aan dit moment aan de telefoon Albert Hendricks van Taptoe Groningen. Goedenavond. 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 Ja, en we hadden het net al even in het vorige gesprek erover. Aanstaande zaterdag, dan gaat de Taptoe plaatsvinden. Nou, dat is nog een paar dagen. Al helemaal klaar daarvoor? Ja, we zijn nagenoeg klaar. We zetten nog hier en daar nog even wat puntjes op de i. Maar voor de rest zijn we organisatorisch helemaal klaar. Kijk, dat moet denk ik een goed gevoel geven, of niet? Dat geeft een rustig gevoel, ja. Want zit er nou veel voorbereiding in zo'n Taptoe-organisatie? Nou, ja, er zit heel veel voorbereiding aan. Als je dan ziet dat wij straks na 9 november... dan hebben we in december nog de evaluatie van de Taptoe. En dan maken we in januari, februari alweer de plannen voor de 24e editie. Dat is dus mooi op tijd, als ik het goed begrijp. Ja. Ja, want wat houden voorbereidingen dan bijvoorbeeld in? Waar ga je in januari al mee beginnen? Nou, we gaan natuurlijk eerst weer onze sponsors benaderen, dat wij weer de nodige sponsorgelden binnen kunnen krijgen. Mm-hmm. Dan hebben we een programmacommissie binnen Taptoe Groningen die een voorstel doet voor de programmering, welke bands dat we dat jaar uit gaan nodigen. Mm-hmm. En ja, en dan begint in juni. Beginnen we met de voorbereiding van de nieuwsbrief. Ik zie dat je de nieuwsbrief nu op de laptop hebt. Ja, klopt. Oh, je zit ziek mee te kijken. Ja. Ah. En die webcam. En die drukken we dan en die sturen we naar onze vrienden van Taptoe Groningen. Of zowel digitaal of met de post.
Ja, ja, want heel stiekem hebben wij natuurlijk van tevoren al even gepraat tijdens de muziek die nog draaide. En toen vroeg ik ook van die bezoekers die komen. Hè, zijn dat nou elk jaar weer dezelfde bezoekers? Nou, grotendeels wel. Wij hebben een heel groot vriendenbestand. Dat zijn vrienden van Top de Groningen. En je kunt vriend van Top de Groningen worden, dat is helemaal kosteloos. Mm-hmm. Maar wij sturen onze vrienden jaarlijks een nieuwsbrief. Of twee nieuwsbrieven, dat ligt er een beetje aan het nieuws wat wij hebben. Ja. En daarin geven we de mensen, de vrienden ook de mogelijkheid om kaarten te bestellen voor een gereduceerde prijs. Ja. En dat werkt heel goed, moet ik zeggen. Ja, precies. Ja, want in principe de kaartverkoop liep goed, zag ik. Ja. In die zin kunnen we wel eens stellen dat de kosten eruit zijn? Ja hoor. We hebben vanmorgen vast kunnen stellen dat we uit de kosten zijn. En wat is dan goed even voor de indruk van de toeschouwers die er misschien nog niet zijn geweest? We hadden vorige week Taptoe voor Kika aan de telefoon. Daar konden 2500 mensen naar binnen toe. Hoeveel is het in Groningen? Nou, wij kunnen maximaal 3000 mensen kwijt. En hoeveel kaarten zijn er al verkocht? Ja, nou, de aantal kaarten zijn natuurlijk nog geen 3000, maar wij hebben naast onze kaart, mensen die een kaart hebben gekocht, hebben we natuurlijk ook nog een x-aantal gasten die de Taptoe bezoeken. Dat zijn onder meer onze sponsoren. Ja. En die hebben we dus, die rekenen we dus ook mee. En ja, en we hebben natuurlijk een hele grote groep vrijwilligers die voor Taptoe Groningen heel actief is. Ja. En die mensen die krijgen van ons ook allemaal een kaart dat ze een gezinslid mee kunnen nemen naar de Taptoe. En die kaarten, ja, dat zijn dus geen verkochte kaarten. Laten we het anders stellen. Hoeveel kaarten zijn nog over? Nou, ik denk dat er nog wel 700 kaarten over zijn. Okay, dus van de 3000 is dat niet heel veel meer, als ik het zo mag zeggen. Nee, maar we kunnen nu ook vernemen dat de kaartverkoop nu, vanaf eergisteren, loopt de kaartverkoop gestaag op. Ja. Want we kunnen exact zien hoeveel kaarten dat er elke dag worden besteld. En toen zijn we ook begonnen met tweeten erover. Ja, precies, dat zal het zijn. Dan vraag ik mij alleen wel af, hè. Zoals Taptoe Leeuwarden, die had natuurlijk op een gegeven moment het probleem dat ze vol zaten en die moesten mensen naar huis sturen. Hoe is dat bij jullie geregeld? Nou, dat is nog niet het geval, hoor. Nee, precies, maar stel nou, dat zou nog een optie kunnen zijn, zeg maar. Dat ze aan de mensen aan de kassa staan en dan zeggen, ja, sorry, we kunnen jullie er niet meer in laten. Nou, kijk, die 3000 personen wat ik heb verteld, is een verwachte schatting van onze organisatie. Maar er kunnen nog wel eens een keer 100 of 200 overheen, hoor. Ja. Oh, oké, nou hartstikke mooi. Dan heb ik nog even een vraagje over het programma. Want er is een bijzonder mooi programma, zo kunnen we het rustig stellen. Dus ja, echt wel, hoog geëindigden van het afgelopen WMC. Ik noem een KNG uit Leiden, Ades Musica, Kamp Trompettenkorps. Dus we kunnen best wel spreken over de toppers die te zien zijn. Ja. Nu las ik ook iets over een samengesteld orkest. Ja, een regioorkest, Groningen. Ja. Wat houdt dat precies in? Hoe hebben jullie dat opgezet en wat is het idee daarachter? Ja, we hebben dit orkest opgezet uit muzikanten uit plaatselijke muziekverenigingen en uit de provincie. En daarnaast spelen daar een hoop van onze vrijwilligers in mee. Mm-hmm. En die vrijwilligers die kleden ze dan bij aanvang van het Taptoe even om. En op het moment dat ze klaar zijn, kleden ze zich weer om en zijn ze weer vrijwilliger voor Taptoe Groningen. En het leek ons wel eens leuk om met die groep de opening te doen en het slot te doen. Ja. En daar hebben we 55 enthousiaste muzikanten voor bij elkaar kunnen vinden. Zo. En die doen de opening en het slot. En moet ik dan denken aan gewoon een muziekstuk wat is ingestudeerd? Of hebben ze er ook nog daadwerkelijk een stuk choreografie of iets op geleerd? Nee, het is een opening. De fanfare die is gebruikt dus als opening. En aan het slot, bij de finale, wordt gezamenlijk met hun de Martini-mars gespeeld. En het Wilhelmus en een koraal. Oké. Ja. Nou, dat is op zich heel mooi. Hè? Ik noemde net al drie korpsen van het programma. Wie komen er nog meer allemaal? Nou, we hebben Juliane Amersfoort komt bij ons op de Taptoe. Ja. Het Vervaderkorps de Genie in Vught, uit Vught. Mm-hmm. Showband Jong Attendo. Ja. En dan Ades Musica uit Sassenheim. Ja. En natuurlijk het Kampen Trompettenkorps en KG Leiden. Okay. En dan hebben we in het voorprogramma en in de pauze hebben we het Dweilorkest. Het is ook niks uit Groningen. Want hoe ziet het programma er verder uit? Hoe laat begint het en hoe laat eindigt het? Ja, wij starten om 19:30 met het programma en we hopen tussen 22:45 en 23:00 weer te eindigen. Oké, dus om 19:45 met het programma. Dan begint ook dat samengestelde orkest te spelen.
Om 7:30 exact begint het samengestelde orkest te spelen. 7:30. Ja. Oké, okay, en dan is er nog een pauze tussendoor dus? Ja, dan hebben we nog na de muziekvereniging KG hebben we een pauze. Ja. En dan beginnen we na de pauze weer verder. Gaan we verder met de drum en show van Vader Jong Arvendo uit Sneek. En is er ook nog een gezamenlijke finale of iets dergelijks? Ja, we hebben een gezamenlijke finale. Daar wordt ingespeeld door het regioorkest, de Martini Mars. Ja. We hebben in Groningen de Martini Toren en daar is toen de tijd is daar een keer een mars voor geschreven. Mm-hmm. En gezamenlijk spelen ze het koraal, een koraal. En dan krijgen we nog een tattoo signaal door ook een trompetist uit het regioorkest. En dan eindigen we natuurlijk met het Wilhelmus. Nou, dat is in ieder geval een heel mooi programma om naartoe te gaan. Ja, want ik vraag me dan wel af, hè, is dat programma nou ook bewust zo samengesteld? Want als ik kijk naar bijvoorbeeld dat Fanfarekorps van de Genie, dat is natuurlijk een reunistorkest, als ik het goed zeg. Hè? Ja. Hebben jullie bewust bijvoorbeeld die gevraagd? Nou, wij als taptoe-organisatie bezoeken jaarlijks nogal wat taptoes in Nederland. Mm-hmm. Ook uitnodigingen en ook op eigen initiatief. En we hebben het Fanfarekorps de Genie al enkele malen gezien op collega-taptoes. Ja. En we vonden omdat het is eigenlijk een beetje afwijkend van de showorkesten die we voor de rest in het programma hebben. Ja. Maar dit korps van de Genie maakt natuurlijk hele mooie marsmuziek. En er zijn natuurlijk heel wat oudere mensen belangstellend en die vinden deze marsmuziek ook leuk. En voor die groep mensen hebben we de Genie uitgenodigd. En als ze nou de Genie onder andere willen zien spelen, waar kunnen ze dan eventueel nog de kaarten kopen en wat kost het? Als ze nog kaarten willen kopen, kunnen ze dat bestellen via onze website www.taptoegroningen.nl. Ja. Daar hebben we een webshop, daar kunnen de mensen kaarten bestellen. Voor de rest de mensen in Groningen en in Drenthe kunnen ook de kaarten halen bij een van onze voorverkoopadressen. En die staan ook bij ons op de website vermeld. Oké, okay. En waar moeten ze rekening mee houden met de kosten als ze als ze de kaarten willen kopen? Als ze de kaarten kopen bij een voorverkoopadres betalen ze €16 per kaart. Ja. Melden ze zich nog aan als vriend via onze website. Dan kunnen ze nog de vriendenkorting kunnen ze nog krijgen van €2 per kaart. Dan betalen ze dus €14. Ja. En dat was het eigenlijk wel. Nou, dat zijn... Dat is duidelijk. Dat is nog leuk. Ja. Als je dus vriend wordt van Taptoe Groningen, dan krijg je dus ook nog een korting over de kaartverkoop van, voor de Taptoe van aanstaande zaterdag. Ja. Hartelijk dank in ieder geval voor het interview van vandaag. Heel veel succes ook nog met de laatste loodjes richting de Taptoe. Ja. Met de kaartverkoop. En we zijn natuurlijk ook heel benieuwd hoe het aanstaande zaterdag vergaat. Nou, ik zou zeggen, als je tijd hebt, kom naar Groningen. Ik had het net al tegen Adrie erover. Heb jij tijd om te gaan? En ik niet. Nee, ik heb andere afspraken. Dus het wordt voor mij heel lastig. Anders was ik heel graag gekomen, want ik vind het een mooi programma. We gaan hem volgend jaar, dan is er zeker weer een tap toe, of niet? Ja. Dan gaan we hem zeker noteren. Dat is ook bekend, dat is volgend jaar op 8 november. Kijk, dan gaan we hem zeker noteren. In ieder geval heel veel succes aanstaande zaterdag met de tap toe. En bedankt voor het interview. Dankjewel. En voor nu een prettige avond. Ja, ik wens jullie nog veel succes met jullie programma. Goed, dankjewel. Wij gaan luisteren naar een van de deelnemers van aanstaande zaterdag Kunst en Genoegen uit Leiden.
Dat was Verpret. Van KNG Leiden. Wil je deze nou ook eens een keer... Ja, ik zeg niet dat ze dit nummer gaan spelen aanstaande zaterdag. Nou, maar... dat denk ik niet, want dit is al een hele oude. Volgens mij zit hij niet eens meer in het... als je het eenmaal speelt. Repertoire. Maar zaterdag dus, 2 november, we spraken ook net Albert Hendricks van Tap2 Groningen. Daar kan je dus in ieder geval naartoe, zie je onder andere KNG live optreden. Inderdaad. En over optreden gesproken, aanstaande zaterdag is er nog een aantal dingen meer te doen. Want er is ook hier in Reden, dicht bij Arnhem, dus een... Tap2, of eigenlijk play-in moet ik zeggen, voor jeugdige muzikanten. En Jong van Limburg-Stierenbent die zal daarheen gaan. En ook Jong Oranje zal hierheen gaan. En Jong Oranje die heeft er ook veel zin in. Ze gaan daar bovendien hun in een geheel vernieuwde samenstelling hun show TV-tunes presenteren tijdens de Tap2. En de jeugdleden kijken erg uit naar deze dag. En ze hopen hier veel te leren, veel plezier te hebben. En vooral leuke contacten te leggen met andere jeugdmuzikanten. Dus dat dus aanstaande zaterdag in Reden. Ja, en als we het over optreden hebben en over zeg maar Tap2 Groningen. Wat we daar ook nog even bij kunnen vermelden, en dat is dus het Kampen Trompettenkorps. Ze treden dus eerst aanstaande zaterdag op bij Tap2 Groningen. Maar ook op 12 november dan hebben zij een speciale avond, namelijk een open repetitie percussie. En dat is op 12 november aanstaande dinsdag, dus vanaf 8 uur kan je terecht in het clubhuis De Jachthoorn. Onder leiding van Erik Albers houden zij een open repetitie. En fanatiek met andere liefhebbers, een avond vol slagwerk kan je daar dus beleven. Meedoen of kijken, beide is prima. Ga in ieder geval dus op dinsdagavond 12 november om 8 uur naar het clubhuis De Jachthoorn in Kampen. En dan is het wel even aardig dat je daarvoor nog even aanmeldt, want dan weten ze ook een beetje hoeveel ze kunnen verwachten. En zoals ik al zei, ze gaan ook samen met Majestic, met Peter Vulphorst, werken aan een compleet nieuwe lijn die speciaal voor het Kampen Trompettenkorps gemaakt gaat worden. Maar later daarover in ieder geval meer. Dus mocht je meer willen weten, voor aanstaande dinsdag dus. Dat was hem. Ja, dat was hem, hè? Ik denk dat we nog een stuk even, muziek. Ja, die gaan we eerst draaien. Mooie. Voordat wij gaan luisteren naar de track van de week. Ja. Ik zag hem staan. De Kerenter Liedermars. Ik denk van ja, afgelopen zomer ben ik daar geweest in Carinthië. Volgens mij moet ik dat eronder verstaan. Dacht ik van nou, ik ben toch wel benieuwd hoe die klinkt. En waarom dan niet meteen in de ether? Hè? Ja, nou vind ik ook. Gaan we dus naar luisteren. Uitgevoerd door de militaire muziek Salzburg.
trek van de week. Ja, en de actieve twitteraars onder ons, die hebben het al voorbij zien komen. Want daar heb ik het niet langer op geheim gehouden. En dat kan ook eigenlijk niet als je onze website ook gewoon bekijkt. Dan had je het al kunnen zien. Geen verrassing dit keer, althans in zoverre. Er zijn wel wat stemmen bijgekomen. Heeft niet meer geleid tot een verrassing ten opzichte van het begin van het programma. Oh jee. Nee, ja, dit is ja, dat klopt niet hoor, wat jij hebt getwitterd. Gelukkig, grapje. Nog wel een stem. En deze stem ja, telt ook gewoon natuurlijk mee. Maar met 26 stemmen voor Eurovision Classics gaan zij ten opzichte van de 17 van R van DVS toch weer aan de haal met de track van de week. En dit is de derde keer in ieder geval dat we deze show draaien van ze. Dus ook de laatste. Dus ook de laatste. Volgende week twee nieuwe tracks. Welke dat zijn, luister dan ook nog even zo dadelijk. Die laten we zo nog even een kort stukje horen. Ja, inderdaad. Maar nu eerst dus Eurovision Classics van Flora Bands.
Dat was dus Eurovision Classics, de track van deze week van de Flora Band uit Rijnsburg. En we zijn druk bezig geweest in de tussentijd om een nieuwe track van de week te gaan zoeken. Ja, en een van deze twee tracks die klinkt als volgt en daarna kondig ik hem af. Ja, dat is de Centurion, en zoals jullie hem waarschijnlijk wel kennen, Tien. En dat is in ieder geval uitgevoerd door de Waltzang. En mocht je daar nou op willen stemmen, dan kan dat ondertussen op onze website, want hij staat er wel online. En de andere track? Ja, dat is deze. Ook een lekkere, pittige mars natuurlijk op de achtergrond. Flora Band uit Rijnsburg. En nu zit ik alleen eventjes in één keer te twijfelen aan de titel die op de track van de week staat. Volgens mij moet ik dat nog even nachecken. Maar er staat nu Karstel. Het is nakijken of checken. Ja, ik ga het gewoon nachecken. Okay. Ik doe het gewoon dubbel op. Ja, nou, dat gaat net zo maar snel, in ieder geval, dat maakt het nummer niet anders. Nee, want deze zal hetzelfde blijven klinken. Dus Flora Band weer met een nieuw nummer. Want ze hebben natuurlijk afgelopen 3 keer gewonnen met Eurovision Classics. Ja, en nog even voordat we alweer aan het eind van het programma zijn. Want dat gaat zo rap tegenwoordig. De uren vliegen voorbij. We hebben nog even een kort nieuwsbericht van de Bazuin uit Zwolle. Het is namelijk zo dat zij een nieuw project beginnen. En je had het gezien ergens, hè? Ja, inderdaad. In de krant zag ik het eigenlijk om precies te zijn. Nou, en wat is het nou een project? Dat is een project tegen pesten. Op 3 september is het project Pesten is niet cool gestart. En dit is een gezamenlijk project van Stichting Moed, Stichting Vivent en De Bazuin. Gedurende een 10-tal weken zullen de kinderen deelnemen in een muziekproject bij de buitenschoolse opvang Allio van basisschool De Zevensprong met als thema pesten. Nou, naast de wekelijkse BSO-activiteiten organiseert de Bazuin 2 speciale concerten. En één daarvan wordt... die zijn allebei al gehouden, 5 oktober en 13 december. Maar het project wordt afgesloten, en dat is bijna, met een grootse muziekdag op zaterdag 16 november. Dus niet aanstaande zaterdag, want dan is Stap door Groningen er. Maar die week erop, dan wordt dit project afgesloten. Tijdens deze dag kunnen kinderen deelnemen aan diverse workshops en andere leuke activiteiten. Gedurende de dag en aan het eind van de middag luister je of kan je zelfs deelnemen aan een matinee-concert. Over deze muziekdag en de andere concerten is meer informatie te vinden via de website van De Bazuin Zwolle. Ja, inderdaad. En daarmee zijn we ook alweer bijna aan het einde gekomen van deze uitzending. Ik zeg expres bijna, want we hebben nog 1 nummer voor jullie Ja, en natuurlijk ook niet voordat wij nog even genoemd hebben dat aanstaande zaterdag de Taptoe voor, niet voor Kika, maar Taptoe Groningen gaat plaatsvinden. In Groningen dus, met een mooi deelnemersveld. Mocht je nou willen weten wat het deelnemersveld is, of mocht je nou kaarten willen bestellen, dan kan dat via www.taptoegroningen.nl. Kaarten zijn met korting te verkrijgen als je nog vriend wordt van de Taptoe. En dat kan geheel kosteloos. Dan zijn de kaarten €14 in plaats van €16. Ja, ik zou dus eigenlijk niet weten waarom je dat niet zou willen. Nee, zeker niet. En het voordeel natuurlijk is dat je ook meteen weer de laatste nieuwe nieuwtjes krijgt natuurlijk van de Taptoe. Want 8 november 2014 staat hier ook alweer gepland. In ieder geval voor aanstaande zaterdag dus in Groningen. En kijk nog even op de website. Stem daarnaast ook nog even op een van de nieuwe tracks van de week. Ja, die staan dus op ballisticbrass.nl. Flora Band en anders De Waltzang kan opgestemd worden. En wij zijn er in ieder geval volgende week weer met die track van de week. En misschien ook nog wel weer eens even een terugblik op een Taptoe of iets dergelijks. Ja, wie weet. We zullen het eens even kijken. En hopelijk dus gaan we mee bezig een interview met de Bazuin uit Zwolle. Om eens even wat meer informatie over dit project Pesten is niet cool te krijgen. Want ja, dat is toch misschien wel een hot item de laatste jaren. En misschien iets waar niet te veel over gesproken wordt. Nou, inderdaad. Dus het lijkt mij heel mooi om te zien hoe muziek gecombineerd kan worden met zo'n project. Dat dus allemaal hopelijk volgende week. In ieder geval wel zeker weten volgende week is dat wij er weer zijn. En dat er muziek te horen is. En dat wij nieuwsberichten hebben. Nou, dan hebben we al heel veel zeker weten. En een track van de week natuurlijk. Jazeker. En wij zijn er ook gewoon allebei weer bij. Ja,
ja, volgende week. Ja, dat is wat ik zei. Hè? Ja, ja, tot dan. Nou, tot volgende week. Hoi hoi. Les Miserables van de Luchtmachtkapel. En 107.6 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.locourant.nl. Dit is Loco FM, de lokale omroep voor de gemeente Oldebroek. Met nu het Novum Nieuws van 7 uur. Goedenavond, dit is het Novum Nieuws op Loco FM. Ik ben Gert-Jan Kerder. De gemeenteraad van Utrecht heeft Jan van Zanen voorgedragen als de nieuwe burgemeester. De VVD'er zit nu in Amstelveen. Hij volgt Aleid Wolfsen op, die wilde geen tweede termijn. De politiek in Utrecht is blij met de voordracht van Zanen. Hij wordt de juiste man op de juiste plaats genoemd. Duitsland wil opheldering van de Britten over berichten dat ook zij de Duitse overheid hebben afgeluisterd. Minister Westerwelle heeft de Britse ambassadeur op het matje geroepen. Volgens The Independent installeerden de Britten spionageapparatuur op het dak van de ambassade in Berlijn. De Tweede Kamer wil af van de landelijke kleutertoets. Een motie van CDA-Kamerlid Roeg werd door een meerderheid van de Kamer aangenomen. De Kamer vindt dat kleuters niet betrouwbaar te toetsen zijn vanwege hun grillige ontwikkeling. Scholen moeten zelf bepalen hoe zij de ontwikkeling volgen. De man die in Noorwegen een bus kaapte en drie inzittenden om het leven bracht, zou worden uitgezet naar